Hey, yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier weer samen met Joran. Hoi. En wel, wat gaan we vandaag doen? Iets. Ja, we gaan vandaag met, jawel, 5 stacks met locks gaan we naar de echte wereld bouwen, dus ja. Dat En wordt, dat transformeren we in planken en daarna nog weer in slabs. Ja, hup, zo, hup, Dus dat hup, zijn, als het hup, goed is, hup, iets van hup, hup, 12. hup, hup, hup. Joran, kom eens. Ik kom zo. Nee, ik moet je even al die plakken geven. Dan moet je even kijken hoeveel dit is. Nee, wacht, dan maak ik er eerst wel slaps van. Ja, doe dat maar eerst. Gaat weken duren, dit man. Joran, kun je even een kistje halen? Mijn inventory zit zo vol. Holy kut! Zeg dat maar niet. Want dit is volgens mij een wereldrecord. Nou ja, ik denk dat je niet als je gaat naar project 1816. Wat? Project 1816 of zoiets. Wat is dat? Dat is een gigantisch project dat voor mij nu al 2 jaar bezig is. En ze zijn nog niet eens op de helft. Ze maken het helemaal Beijing na. Het oude Beijing. Oh wow. Oké dan. Koos vriendloos. Nee, maar. Joran? Ja? Al die slabs passen niet in 2 chests. Dat geloof ik best. Dan maak je toch even de... Maak je toch even wat... Nee, het houdt eens op. Ja, Nee, Joran, kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Oh, ik heb ook nog een hele hoop met pressure plates gemaakt. Oh, oeps. Nou, ze zetten het om maar 20. Dat is nog lang niet alles hoor, dat je het even weet. Ik zie het. Nou, nu past al niks meer in mijn inventory. Wacht eventjes. Ja. Nou, dump alles maar even in deze chest. Ik ga met 1 slapje per keer ga ik daar naartoe. 1. Oh nee, wacht even. Dit de rest dump ik even in deze andere chest hier. Ja, is dus prima. Even dit daarin. En die vreet ik wel even op zo. Ja, kijk, het gras verplaatst zich wel. Het is 1 vakje verder gekomen. Dat is pretty, pretty nice. Ja, sla je die enemy maar naar Jeruzalem. Oh, kijk, hij viel in het water. Lekker voor hem. Lekker voor hem. Lekker, lekker. Lekker, lekker voor hem. Oké, Joran, wel, wat moet ik gaan bouwen? Kun je even meekomen? Je hebt de pickaxe. Zo. Deze moeten kapot, die 2. Hier. Of die 3, zeg maar. Hak die maar kapot. Goed zo. Wat? Oh. Ik ga even kijken hoe het gaat in de... Nada. Oké, she's fine. Nou, ik ben blij om te vertellen, er zijn nog geen zombie pigments gespawnd. Wauw. Ik weet niet of dit wel lag. Nee, wil niet. Kijk, het is handig aan bij de sprint mod. Je hoeft de shift niet in te drukken. Je drukt gewoon op iets waardoor je croucht. Nou, dan doe je gewoon, dan druk je gewoon op S en je plaats. Zo. Vastland, die komen maar uit. Oh god. Ik help wel even mee. Niet vallen, hè? 1 stekje per keer meenemen, Joran. Doe ik ook. Echt, het gaat nog eeuwen duren. Holy kut, wat is dit nou? Ja, soms doen die slabs heel, heel raar. Dan gaan ze, zeg maar, de ding naar beneden. En dan plaats ik gewoon overheen. Het is toch maar een brug, dus... Tjoe, tjoe. Tjoe, tjoe. Oh god. Tjoe, tjoe.
Tjoek, tjoek. Oh, dat is gewoon geniaal. Maar we doen gewoon één weg zo en die laten we gewoon heen en weer rijden, zeg maar. Oké, gaan we naar het vasteland, gaan we daar die dieren weghalen en moeten we in die minecart. Kan je ook een stack voor mij meenemen? Ja, is goed. Zo. Dit is de genius gewoon dit. Kijk, we staan helemaal daar, oh my god. Tjoek tjoek, erom ik. Winnie de Pooh is aan het doen. Wordt dat echt zo? Tjoek tjoek, kijk wie er eerst bij het vasteland is. Ik loop voor. Ik doe dit expres, hè, want aan de zijkant plaatsen is makkelijker dan aan de achterkant. Zo, ik hou bij de sprint even ingedrukt op R. Tjoek tjoek. Ik sluim er zo af, wil er ook doink. Nee, ik heb onze pickaxe en zwaard, hè. Dude, we hebben echt wel genoeg cobblestone, nee, maar dat moeten we echt niet doen, maar we willen echt naar het vasteland. Holy shit. Holy cut. Tjoek tjoek. Let's go. Oh! Oh, dat. Ik hak het al weg. Weg jij. Echt zo gevaarlijk dit. Tjoek tjoek. Kijk daar, Joran, dat zeus is helemaal daar. Zie ik daar nou, dit is de maan. Ik dacht dan zo heel dichtbij. Het is lekker saai dit, hoe ik zo'n liedje onder zetten. Hoe heet dat liedje eigenlijk? Ik heb geen idee. Zo'n achtervolgingsliedje. Heb jij belangrijke spullen bij je of alleen die kobbel, of alleen die slabs? Ik heb 35 gold bij me. Ja, toe. Wel, Joran, moeten we... Oh! Ik heb je een boost gegeven. Een boost. Ja, we moeten het hele eind teruglopen. Kijk, ons huis dat genereert niet eens meer. Oké, dan. Misschien is het slim als we nu even gaan slapen. Gaan slapen? Ja, oké. Anders spannen allemaal mobs en zo. Ja. Moeten we met pijl en boog moeten we ze allemaal weer weg gaan halen en alles hoog getonder. Ik haat jou. Ik ook van jou. Kom dan slapen dan. Kerel gaat bed niet verder. Ik deed alleen maar over alle deuren dichten. Ja, zou ik ook zeggen. Ja, dat is ook zo. Oh wacht, moeten we gewoon slaps hebben, hè? Mm-hmm. Dit is de laatste stack die we gaan doen, jongens, en dan sluiten we die episode even af. En dan gaan we een hele hoop doen, zeg maar. Eigenlijk gewoon dus het pad afmaken, we gewoon als hij mee zeggen. Ja, zoiets. Ja, of dat doen we gewoon in de volgende episode, ouwe. Lol, 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 lol. Of nou, weet je wat, we gaan het hier even bij eindigen, jongens, want ik denk dat wij wel al lang genoeg bezig zijn. Dus, wat wou ik ook weer doen? Oh ja, ik wou eindigen, Lockheads. Ja, maar bedankt voor het kijken allemaal. Jongens, laat even een like achter als jullie meer Skyblock willen zien. Incoming! Kut, sorry. Nee, maar doe ook even een leuke comment achterlaten. En waarom heb ik hersens in mijn inventory? Waarschijnlijk zijn dat verbrande zombies. Ja, maar, ja, dat denk ik. Maar goed, in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. En ik hoop dat jullie even gaan abonneren en me even gaan volgen op Twitter. En dan zien we jullie later. Dus later, mensen.